你们几点做菜啊？这是什么呀？Vandaag zijn we in de keuken van Hotel Sofitel in Nanjing. Samen met voedingskundige Floris Wardenaar wordt alles geprepareerd en wordt gekeken hoe het voedsel wordt bereid. Want dat is belangrijk hier. En natuurlijk zijn we daarna ook een tafel waar de zwemmers zijn om te merken hoe goed het eten hier wel is. Kind of sauce is he making? Floris, we zijn in de keuken. Waar kijk je allemaal naar? Het is interessant om te kijken hoe ze hier werken. Het leuke hiervan is dat het een open keuken is, dus je kunt eigenlijk alles zien. Ze zijn op dit moment bezig met het voorbereiden van de eerste basisingrediënten, die ze dan straks weer in gerechten gaan verwerken. Het is leuk om te zien hoe ze dat doen en of dat inderdaad met de juiste hygiëne gaat en met wat voor snelheid dat gaat. Gezond en veilig. Daar gaat het om in Nanjing, waar de zwemploeg traint en waar het ook over hun voeding gaat. Floris Wardenaar, leg uit wat je daarmee bedoelt. Gezond is dat we graag iedereen topfit naar het WK willen krijgen. En veilig is dat we willen zorgen dat mensen niet onderwijl misschien ziek worden van bacteriën of van stofjes die eigenlijk niet in het eten horen te zitten. Is daar sprake van hier in China dan? Het probleem is dat als je in een andere cultuur komt, dat we niet gewend zijn aan de bacteriecultuur en de viruscultuur die hier is. Dus daar moeten we op letten. En daarnaast is het zo dat er een risico bestaat dat mensen misschien stoffen binnenkrijgen die niet veilig zijn, waardoor mensen een positieve dopingcontrole kunnen krijgen. In Nederland zeggen we brood, daar zit wat in, maar hoe zit het met het vlees hier? Want dat is niet helemaal... Ja, dat is niet helemaal veilig. Dat is het probleem. Sporters komen terug de afgelopen maanden en leveren positieve dopingtesten af. En dat willen we voorkomen. Dus wat we nu hebben gedaan is dat we met de autoriteiten en met het hotel hebben afgestemd dat we gecertificeerd vlees krijgen waar dat in ieder geval niet in zit. En dat is het bekende glenbuterol. Dat stofje dat is glenbuterol en dat wordt gebruikt om dieren sneller te laten groeien. In Nederland wordt dat in principe niet gebruikt. Voor sporters is dat gunstig, want het staat op de dopinglijst. Maar blijkbaar in China op sommige plekken wel. En we willen er zeker van zijn dat dat niet in het eten zit. Wat mogen de zwemmers hier nog meer niet eten? We hebben heel specifiek gekeken naar alle rauwe producten. Want rauwe producten... Daar zitten bacteriën op, die zijn niet onschadelijk gemaakt. Het kan best zijn dat doordat dat andere bacteriën zijn als in Nederland, dat ze daar ziek van worden. Dus als we nou de rauwe producten eruit halen, zorgen we ervoor dat mensen ook die besmetting niet kunnen krijgen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld de sla eruit halen, maar die vervangen we door kort gekookte groenten die vervolgens nog wel knapperig zijn. Dus er is wel een koude saladebar, alleen zonder... de rauwe varianten daarvan. Goedemiddag. Ja, ik heb toch wel wat. Ja.